Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Belangrijke onderwerpen besproken tijdens RRV en ABS bereidt zich voor op de 9e Algemene Volks- en Woningtelling. In de regeringsraadvergadering van woensdag 26 juni 2024 werden diverse belangrijke onderwerpen besproken en besluiten genomen. In de daarna gehouden persconferentie gaf de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, een update over de presentatie omtrent de malaria-eliminatie. Daarnaast werd de huidige status van de brug over het Saramaca-kanaal besproken, evenals de voortgang van de baggerwerkzaamheden in het Saramaca-kanaal om het wateroverlastprobleem aan te pakken. Tevens werd de samenleving geïnformeerd over de lopende projecten van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Wij voeren u terug naar de persconferentie van woensdag. Twee kleine updates. Zoals jullie hebben gemerkt, is het heien van palen voor de bouw van de brug van de Saramaca doorsteek in volle gang. We hopen nog altijd dat de brug eerder dan december opgeleverd kan worden, want u kent de situatie daar. Maar het project zit on schedule, loopt vlot. Ook het baggeren van de Saramaca-kanaal in het kader van onder andere wateroverlastproblematiek loopt vlot. De eerste fase zal ook binnenkort opgeleverd zijn. En je weet, dit zijn twee projecten die gefinancierd worden door de IDB, de Wereldbank, wat tijd vraagt. En een derde issue is wat we gisteren hebben meegemaakt, is extreme wateroverlast. U weet, is al een aantal maanden dat wij, zeker op verzoek van de media, maar ook andere mensen, nu regelmatig gedetailleerde, up-to-date cijfers en informatie publiceren door de meteorologische dienst, dankzij de investeringen van de internationale projectsamenwerkingen hebben we die investeringen kunnen plegen en kunnen dit soort rapportages voor zeker 10 stakeholders op maat produceren. De luchtvaartdienst, de scheepvaart, de media, voor de samenleving, allemaal zijn aparte sheets. In elk geval, wat we gisteren hebben meegemaakt, is inderdaad heel hoog. Er zijn ongeveer 2 of 3 gebieden waar we enorme neerslag hebben gehad van meer dan 100 mm per dag. Ons afwateringssysteem is daar niet op berekend. Het betekent ook niet dat je nu je afwateringssysteem daar moet gaan berekenen, want als je maar 1 keer in het jaar of 2 keer in het jaar zo'n regenbui krijgt, dan zal je een keuze moeten maken. Wat voor investering gaan we doen? In elk geval is het zo dat de neerslag voorspeld was. Maar hoe lang het duurt, heb je meestal niet in handen. Dat ligt in handen van de natuur. Op dit moment wordt, na 12 uur, 2 uur, is men verder gaan met het spuien van water. Dus heel wat water moet nu weggetrokken zijn uit gebieden. We gaan doorgaan met het monitoren en alert maken van de samenleving als het gaat om wateroverlast. En het laatste wat ik kan meedelen, dat is vooral in Paramaribo en Wanica, vooral Paramaribo Noord, hebben de meeste last ondervonden. De andere districten, daar zit de controle heel goed van afvoer van water. We hebben ook het NCCR vanochtend gecontact om ons samen met het ministerie van OW, LVV, ROS te helpen als deze calamiteit zo door zou gaan. Suriname staat op het punt om het malaria-eliminatiecertificaat, althans het malaria-eliminatie-certificeringsproces bij de Wereldgezondheidsorganisatie aan te vragen. En dit komt allemaal natuurlijk niet van een leien dakje, maar zoals u weet is malaria al ruim 25 jaar een serieus gezondheidsprobleem in Suriname. Er zijn ook heel veel personen hieraan komen of te overlijden. Maar uiteraard is er een
successtory die we hopen, die we heel binnenkort, dus na 25 jaar, met z'n allen goed kunnen afsluiten en uiteraard de planning ook moeten gaan maken hoe wij de dreiging van het weer opkomen van malaria met z'n allen kunnen voorkomen. Want het gaat niet alleen om het eliminatietraject en de certificering voor eliminatie van malaria. Dat betekent dat je 3 jaren lang geen transmissies, dus geen lokale besmettingen mag hebben in het land. Maar het gaat ook over een traject die daarna is van hoe voorkom je als land eigenlijk nieuwe besmettingen. Dus het is wel natuurlijk een hoogtepunt, een mijlpaal voor de Surinaamse gezondheidszorg. Dat wij op het punt staan het malaria-eliminatie-certificeringsproces aan te vangen. Maar het is uiteraard nog niet voorbij. We gaan dus aanstaande vrijdag, en ik denk dat de media daarbij ook is uitgenodigd. Er is een grote kick-off meeting gepland aanstaande vrijdag, waarbij wij vanuit het ministerie met het malaria-programma en alle relevante stakeholders de samenleving willen wakker schudden, de samenleving willen informeren over de stand van zaken en hoe dat allemaal eruit gaat zien voor Suriname. Het is historisch en het zal natuurlijk, het is niet elke dag dat een land een malaria-vrij certificaat zal mogen ontvangen van de WHO, maar het zal in elk geval wel de nodige regionale en internationale aandacht krijgen van ieder. Dus dit is een update wat ik u wil geven. Uiteraard zult u op vrijdag aanstaande veel meer en informatie krijgen van de ter zake deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid. Een andere positieve ontwikkeling is uiteraard dat wij ook recentelijk hebben bekendgemaakt dat de vastgelopen situatie met betrekking tot het uitzenden van patiënten naar Colombia voor medische behandelingen. U weet, er is een regeling, dat heet de Armilov-regeling, waarbij patiënten die hier ter lande niet behandeld kunnen worden of uitgezonden moeten worden vanwege andere redenen, dat deze regeling onder zware druk was komen te staan vanwege het feit dat de opgelopen schulden dus als betaling voor de ziekenhuizen ons steeds bleven achtervolgen. En ik kan u meedelen dat wij de afgelopen periode hard en intensief hebben gewerkt samen met het SZF en het ministerie van Financiën. En we hebben de delegatie van Colombia ontvangen in Suriname van het ziekenhuis van Bucaramanga, waarbij in ieder geval overeengekomen is dat er een betalingsregeling getroffen wordt en dat daarmee de uitzending van onze patiënten weer een feit was. Inmiddels kan ik u meedelen, vandaag nog de update gehad vanuit Colombia, dat zeker 6 patiënten die op de wachtlijst stonden, wederom en heel binnenkort naar Colombia mogen afreizen voor behandeling. Dat is dus een andere ontwikkeling. Ook een andere regeling die we in een paar maanden terug hadden getroffen, dat was met Farm Impacts, is een groot bedrijf die verantwoordelijk is geweest voor de afgelopen bijkans 18 jaar voor levering van laboratoriumreagentia naar Suriname. Hebben wij ook een betalingsregeling moeten treffen. De schuld was opgelopen tot bijkans 4,5 miljoen Amerikaanse dollar. En ook daar loopt de betaling conform de afspraken goed en zijn de leveringen van laboratoriumreagentia in ieder geval gegarandeerd voor de komende periode. Maar we blijven dus investeren in praten, in onderhandeling met de ziekenhuizen, in onderhandeling met het bedrijf. Het bedrijf was afgelopen week wederom hier om te bevestigen dat de betalingsafspraken inderdaad ook conform lopen. En dan wil ik u een korte update geven over een aantal projecten die lopen bij het ministerie van Volksgezondheid in termen van investeringen in de gezondheidszorg die wij hebben gepleegd en aan het plegen zijn. Zoals u weet, de vorige maand zijn een aantal projecten goedgekeurd. We hebben ook die mededeling hier in de persconferentie gedaan. Ik kan u mededelen dat een aantal van die projecten nu in de fase zijn van betalen, van financieren, betalen van de leveranciers. Een aantal bestellingen zijn ook al geplaatst. Zo kunnen we refereren naar bijvoorbeeld de cardiologieapparatuur,
heb ik de informatie dat ruim 80% van het project met de bestaande apparatuur reeds betaald is en een heleboel apparaten dus ook onderweg zijn. Dat geldt ook voor urologieapparatuur voor het AZP. Bij MMC hebben wij in de komende 2 weken de levering van een aantal apparaten zoals een sterilisator, monitoren, lab equipment en andere. Ook bij het BGVS het project, welke goedgekeurd was op basis van een businessplan van het BGVS om de jaarlijkse medicijnvoorraad op te vijzelen, die loopt op dit moment met bestellingen. Maar zo zijn er dus nog tal van projecten. Heel binnenkort geven we de kick-off voor de renovatie van de SEH, de upgrade van de SEH van het AZP. De contracten zijn reeds getekend en we wachten dus nu op het voorbereiden van de start van de renovatie van de SEH, welke 8 maanden zal duren. De eerste fase, ook de patiëntenliftenhal bij het AZP, die is afrondend en zal heel binnenkort worden opgeleverd. Maar zo zijn we ook afgelopen vrijdag van de minister van Financiën vernomen dat een aantal projecten wederom goedgekeurd zijn die te maken hebben met de gezondheidszorg. En die hebben te maken met financiering uit de verdragsmiddelen. Dat heeft de minister van Financiën ook bekendgemaakt. Hij is er misschien niet in extenso op ingegaan. Maar dat wil ik u vandaag ook even kort mededelen. Dat in ieder geval de besteding uit de verdragsmiddelen gaan naar aanzienlijke investeringen in de zorg. En dan praten wij zeker bij investeringen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Want de keus is gevallen voor een aantal afdelingen bij het Academisch Ziekenhuis. Omdat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bekend staat als het hart van de zorg in Suriname. En daar hebben we ook een aantal unieke afdelingen voor het land. Zo is bijvoorbeeld de enige niersteenafdeling in het AZP. Dus wie dan ook in Suriname ergens een niersteenbehandeling moet krijgen of ondergaan, zal dat in het AZP moeten ondergaan. Dus het is ook logisch en wijs dat wij de niersteenvergrootser van het AZP na 15 jaar moesten vervangen. Ook bij het Medisch Microbiologisch Laboratorium, het PA-laboratorium, dat is het Pathologisch Anatomisch Laboratorium, daar worden een heleboel apparaten vervangen. De angiokamer, dat is de dotterkamer voor hartinterventies, die is op dit moment, het apparaat is in volle gang in de bestelling. En ook bij het Slans Hospitaal hebben we in de verloskamer een aantal investeringen goedgekeurd. Een ander belangrijk project voor Suriname is de nieuwbouw van het ministerie van Volksgezondheid aan de Rode Kruislaan. Het is een project waarbij een aantal componenten, pakweg 9 gebouwen, worden neergezet. Het heeft te maken met de nieuwbouw van het ministerie van Volksgezondheid op de locatie waar het BOG is afgebrand. We zijn on track, on schedule. Er is op 4 juli een werkbezoek van de IDB om te kijken hoe de vorderingen gaan. Maar ik kan u nu al zeggen dat de geleverde of de afgesproken opleverdatum gehaald zal worden als alles zo doorgaat. En dat is ongeveer rond eind dit jaar, begin komend jaar. Maar een aantal andere gebouwen die daar ook nu in bouw zijn, zijn bijvoorbeeld de moderne vaccinopslag van het BOG. Binnenkort start ook de bouw van de technische afdeling, maar ook de bouw van het POG. Zoals u weet staat Suriname bekend als het meest beboste land ter wereld. We hebben 93% bos. Verder zijn we een van de 3 carbon-negatieve landen in de wereld. En dat wil zeggen dat wij dus meer CO2 absorberen dan wij uitstoten. U weet ook dat heel binnenkort onze oil- en gassector zich gaat ontwikkelen. En ook een heleboel andere economische activiteiten die zijn gelinkt aan deze sector. Verder hebben we gezien dat er heel veel landbouwactiviteiten zullen gaan ontwikkelen om onze voedselvoorziening te garanderen. Er is ook de energiesector die wil uitbreiden met hydro-energie. De mijnbouwsector denkt weer aan mogelijkheid om bauxiet te gaan starten, bauxietproductie. Al deze economische activiteiten die hebben natuurlijk een impact op onze bos en ook onze CO2-uitstoot. Sowieso als de oil- en gassector start, gaan we iets meer uitstoten dan we nu uitstoten. En als er nu geen landgebruik en CO2-emissie uitstoot, als er geen beleid over deze 2 gebieden wordt gemaakt,
dan verliezen we de titels als meest beposte land en onze negatieve status. Wij zijn gestart met dit initiatief van onze Green Development Strategy en worden ondersteund door de UNDP en de UNEP. We zijn al gestart met de eerste consultatierondes waarbij we meetings hebben, stakeholders meetings, met de NGO's, de groene NGO's, met de verschillende sectoren, met de ministeries, om te kijken wat allemaal hun visie is voor wat betreft de ontwikkeling binnen de verschillende sectoren die ik heb genoemd. We hebben ongeveer 10 sectoren gespot die heel snel kunnen ontwikkelen. Vanwege die oil en gas. En belangrijk is dus na te gaan wat de business as usual scenario zou zijn als je geen extra beleid op landgebruik en CO2-uitstoot zou doen. Als wij letten op de bescherming van onze bossen en als wij letten op onze CO2-uitstoot, zijn wij als land maken we eerder kans om klimaatfinanciering te krijgen. Dus al die zaken moeten worden afgewogen. Aan één kant zeggen we dat we willen ontwikkelen, maar aan de andere kant willen we onze milieu ook beschermen. Dus die balans moet gevonden worden. Het is de bedoeling dat we deze consultatieronde heel binnenkort dus verder voortzetten. We maken de analyses. We gaan uiteindelijk een land use strategie uitzetten en we gaan ook kijken naar hoe we het best deze sectoren kunnen koppelen aan klimaatfinanciering. Dit is heel belangrijk omdat we onze hulpbronnen duurzaam moeten gebruiken en we ons moeten houden aan het Parijsakkoord, want dat is door 196 landen getekend en we moeten ons daaraan houden. Het is de bedoeling dat we tegen september al beschikken over deze Green Development Strategy, waardoor het heel makkelijk is om keuzes te maken als het gaat om het uitgeven van grond voor bepaalde investeerders. Want nu is er geen leidraad. Er zijn nog geen bestemmingsplannen. Er zijn nog geen structuurvisies. Dus deze strategie zal onze structuurvisie voeden, zodat we goede bestemmingsplannen kunnen maken. Dus dat is het eerste, Green Development Strategy. Het tweede heeft te maken met onze Green Beauty project. We maken deze top-down strategieën. Green Development Strategy is één. We hebben dus ook gewerkt aan onze nationale adaptatieplan in, dat te maken heeft met klimaatsverandering. We werken ook, of we hebben gewerkt aan een biodiversiteitsstrategie. Dus heel veel zaken op hoog niveau. Maar wat we ook willen doen is dat we het basismilieuprobleem ook willen oplossen in bepaalde buurten, in een bepaalde omgevingen. Want de kleine man die moet het beleid ook direct kunnen voelen. Een van de problemen die we willen aanpakken of aanpakken nu is dat van waste. Hoe men omgaat met vuil. Net als wat collega Noor Mohamed heeft gezegd. Dat van onderhoud is niet alleen maar een werk van de overheid, maar op primair niveau zou de burger ook moeten meehelpen. En hetzelfde geldt ook voor afval. Een van de belangrijke zaken waarop we letten is dat we de participatie van de burgers willen verhogen in het terrein van afvalmanagement. Ons Konidoti-project heeft al laten zien dat we per jaar, in de afgelopen 3 jaar, 50.000 kilo aan plastic alleen maar in één resort, en dat is resort Blauwgrond in Paramaribo Noord, apart hebben kunnen verwijderen en kunnen brengen naar de recycler. 50.000 kilo aan plastic is minder gegaan naar Ornamibo. Dus dat geeft al aan dat als de burger participeert in afvalmanagement, dat we het lichter kunnen maken voor het land. Wij gaan door met Konidoti. We hebben een samenwerking met openbare werken om te gaan naar een uitbreiding naar Wanica en andere gebieden in Paramaribo. De connectie met Green Beauty is ook, dus nu dat we kijken naar andere districten. We zijn bezig met Saramaka, buurt in Saramaka, in Nikeri, in Komowene en ook in Flora, waar we de mensen ook leren om
hun afval te scheiden. Maar we leren ze ook om te composteren. Dus de trainingen zijn al geschied. Een ander ding waarop we ook focussen, is die onzichtbare vervuiler. En dat is het gebruik van pesticiden bijvoorbeeld. Nogmaals, een van de grote veroorzakers van vervuiling. En die hebben dan natuurlijk effect op het milieu, zijn de economische activiteiten. De landbouw, zoals u weet, daar gebruiken we heel veel pesticiden. En het wordt nog steeds op een onverantwoorde manier gebruikt. En dat willen we dus in kaart brengen in de verschillende gebieden. De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, heeft de afgelopen periode activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding op de 9e Algemene Volks- en Woningtelling, census. Als erkenning van de mogelijke betrokkenheid bij de census vond vandaag, donderdag 27 juni, de prijsuitreiking plaats van het winnend logo en slogan van de 9e Algemene Volks- en Woningtelling. Wij voeren u terug naar de diverse activiteiten. Een census is nodig voor het voeren van beleid. Voor de overheid, overheidsdoeleinden. Men gebruikt de data voor onder andere waar er scholen gebouwd moeten worden. Als we nu merken dat bepaalde woningbouwprojecten worden uitgevoerd, heeft men kennelijk nog geen rekening gehouden met het aantal scholen in die gebieden. Die woningen worden bezet, maar er zijn waarschijnlijk geen scholen voldoende. Dus dan moet dit uitwijzen dat er scholen gebouwd moeten worden. En verder nog, verhuizing. De meeste Surinamers melden zich niet aan bij CBB dat ze verhuisd zijn. Dus dit moet dan uitwijzen waar de personen allemaal wonen. Want die vragen worden ook al gesteld. Waar men een jaar terug wonen en 5 jaar terug ofzo. Volgens dat hebben we altijd samengewerkt met de DC's, vooral in de districten. Omdat de DC's de burgervaders zijn van de verschillende districten. We kunnen hen niet overslaan. We mogen wel doorgeven dat we binnenkort een meeting hebben gepland met de DC's via de deken. En daar wordt dus alles uitgesproken, logistiek en wat van ze verwacht wordt. We werken simultaan, dus overal wordt meteen gestart met de veldwerkzaamheden. Dames en heren, met trots lanceren we nu de Census 9 jingle. Teri Sanang, Sabi Sanang. Kondre Mayo Jerf Census. Algemene volkstelling, informatie verzamelen voor land en volk. Digi Census. Niks en niemand wordt overgeslagen, ABS in het veld. Huis aan huis worden vragen gesteld, informatie verzameld in een tabel. De info is nodig voor statistieken, aan de statistieken, dus werk mee. Het is van belang voor ieder, dus broer of zus, help mee. Anyway, lever je bijdrage, van die info kun je ook gebruik maken, vroeg of laat. Terry Sranang, Sabi Sranang, Koejepi met beleid samen. Kondre Mayo Jerf Census. Algemene volkstelling, informatie verzamelen voor land en volk. Census. Teri Sranang, Sabi Sranang. Tussen oktober en december 2024. Ja, dat is onze Census 9 jingle. Mijn naam is Michael McCallman en ik ben dus de winnaar van de slogan. Mijn naam is Vishwanand Sivratan. Ik ben een graphic designer. Jazeker, ik kwam het plaatje dus tegen op mijn e-mail. En ik dacht van, hé, dit is toch wel leuk en ik zou toch wel willen bijdragen aan de bekendheid van de volkstelling. Ja, dus ik dacht ook, laat me een kans nemen om deel te nemen. Laten we kijken wat er gebeurt. Ja, dus zoals ik al zei, Teri Sranang, Sabi Sranang. Ik ben student van ADEC en we moeten voor onderzoek dus ook wat cijfers gebruiken. En die cijfers zijn dus afkomstig van de census, vorige census.
Dus het is toch wel goed als het opnieuw gedaan wordt, zodat de betrouwbaarheid van de wetenschap ook vastgesteld is. Ik dacht, ja, laat me deelnemen. En misschien zodoende kan ik ook iets doen voor Suriname. Ja. Trouwens, ik vond mijn slogan toch wel pakkend. Dus ik ben toch wel tevreden dat het dus uiteindelijk toch zo is geworden. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.